Damien, jij wil eigenlijk van start gaan met iets dat betrekking heeft op onze vorige gast, op Vincent van der Voort zijn uitspraken. Ja, we hebben een hele leuke aflevering gehad, denk ik, met Vincent. Vincent is altijd iemand die goed kan spreken, natuurlijk. En we hebben ook wel gelachen en goede discussies gehad over darts. Het ging natuurlijk ook even over Koos Tompé. Er werden nog wat oude koeien uit de sloot gehaald. En wij keken daar toch wel van op, van het verhaal. Wij kenden het verhaal nog niet, Matthias en ik. Ja, ik vond het wel even netjes dan om aan Koos Tompé dan te vragen wat hij ervan vond. Maar laten we eerst even luisteren naar wat Vincent ook weer precies zei. Dat is niet alleen, hè. Ik bedoel, hij heeft achter de rug om van Michael geprobeerd een boek te schrijven met mensen en te proberen geld aan te verdienen. En als je hem daarmee hebben toe geconfronteerd, daar het voorwoord alles geschreven en blijft hij zeggen dat hij dat niet gedaan heeft. Ja, dan ben je wel een leugenaar. En daar hebben we hem mee geconfronteerd. Dat boek wou hij promoten via RTL en de schrijver had ook op pseudonaam en weet ik het allemaal. Ze wouden het een beetje, ja, op een achterbakse manier wouden ze dat neerzetten. En, ja, daar zijn we toen achter gekomen, hebben we mee geconfronteerd en ook wat er in het boek stond. En ja, en als iemand dan gewoon gaat liegen daarover, ja, dan houdt het gewoon op. Ja, dat was dus nogal een uitspraak. Ja, was heftig wel. Ja, dat was inderdaad wel even heftig inderdaad over dat boek. Ik had dus even aan Koos van P. had ik WhatsAppje gestuurd. Ik zei, goh, wat is jouw reactie op hem? Ik vind het eigenlijk niet nodig om er heel erg op te reageren. Ik wil het verleden vooral laten rusten. En ja, dat ze niet belangrijk voor elkaar zijn. Het is gewoon, hij laat het verleden gewoon rusten en heeft geen zin om nog verder uitgebreid op te reageren. Hij betreurde het in ieder geval, als ik de toon van het appje lees, betreurt hij in ieder geval wel gewoon de situatie. Maar ja, ze hebben niks met elkaar, denk ik, kunnen we concluderen. En dat zal ook nooit gaan gebeuren, denk ik. Nee, ja, is nu eenmaal zo, hè. De ene kan je beter af dan de andere, zeker. Maar ja.